Ik heb ineens heel veel zin in koffie. Laten we beginnen. Hallo allemaal, welkom in de allereerste video van de Deventer Storefronts. Ik ben Freek van de Bunt, tekenaar en illustrator. En in deze aflevering ga ik werken aan Roemar Koffiebranderij en Thee. Roemar is een uniek concept in de binnenstad van Deventer, waar je de allerlekkerste koffie kan krijgen en waar de thee vers met de hand voor je geschept wordt. Maar ik laat jullie niet langer wachten. Het is tijd om een kijkje achter de schermen te nemen. Ga je ook mee? Welkom in mijn studio. Op deze plaat ga ik zo direct de tekening van Roemar maken. Maar eerst ga ik hem nog even vasttapen. Dit is een goed moment om jullie wat meer over het proces te vertellen. Zoals je kan zien heb ik eerst een potloodschets gemaakt voordat ik het papier vestigde op de plaat. Nu is het tijd om met de pen de lijnen opnieuw te trekken, maar deze keer met watervaste inkt, omdat ik er later met waterverf overheen ga. Hier neem ik alle tijd voor, want één fout en de hele tekening kan weer opnieuw. Zodra alle inkt droog is, is het eindelijk zover om met waterverf aan de gang te gaan. Laagje voor laagje bouw ik de tekening op. Op sommige stukken werk ik aan één stuk door, terwijl ik juist bij andere onderdelen wacht tot de waterverf droog is, zodat de kleuren niet in elkaar overvloeien. Kijk eens, hier is hij dan, een prachtige tekening. En om het nog leuker te maken, kun je bij Roemar deze aanzichtkaarten krijgen. Dus wil je er ook zo heen? Dan weet je nu precies waar je die kan halen. Ben jij de volgende winkel waar ik aan ga werken? Of wil je meer informatie over de Deventer Storefronts? Ga dan voor meer informatie naar frederikvandebunt.nl/Deventer Storefronts. Vond jij dit nou een leuke video? Laat dan een comment hieronder achter. Of druk op die like en subscribe button. En vergeet vooral die bel niet, zodat je op de hoogte wordt gehouden zodra ik een nieuwe video upload. En dan zie ik jou in de volgende video. Doeg!